Ja, Marcia en Wilma, hier staan we dan. De beker, allemaal om begonnen is. Ja. De tweede keer. Spannend. Ja, heel spannend om eerlijk te zijn wat er nu weer van gevonden wordt. En ja, toch wel een bepaalde spanning, ja. Ja. Veel tijd en energie ingestoken en hopen dat de mensen het ook gewoon leuk gaan vinden weer, wat we nu hebben bedacht. Is de quiz moeilijker dan vorig jaar? We hebben het wel een graadje moeilijker gemaakt, ja. Omdat iedereen nu eigenlijk wel een beetje voorbereid is van hoe de quiz in elkaar zit. De winnaars van vorig jaar. Lukt het al een beetje? Minna, zeg het eens. Druk bezig. Nee, het gaat goed, denk ik. Zijn er ook vragen over korfballen zo? Ja, toevallig wel eentje. Over van de vlooienmarkt. Ja. En die hebben jullie natuurlijk goed. Daar gaan we wel vanuit. Even indekken, maar daar gaan we wel vanuit. De moord, potverdorie. Deze kerst niks voor mij. Zit je ook bij de verdachte of? Nee, ik zit niet bij de verdachte. De Van de Broekies. Hallo? De Van de Broekies. Ja, nou moeten we even naar. Gaan we de jeugd van tegenwoordig doen? Jeugd? Maar het zijn wel jeugdjes, toch? En dan vragen, beantwoord. Al heel hoog. Al een hele hoop, ja. Moeilijk of valt het mee? Het is, de eerste vragen zijn altijd het makkelijkste, want dat begint altijd mee. En dan wordt het steeds moeilijker. Maar we hebben dit jaar een goede verdeling, we hebben een goede teamcaptain. Ja. En heeft van tevoren de categorie al verdeeld. Dus we zijn nou allemaal eerst onze eigen categorie aan het doen. En wat er overblijft, dat wordt straks in de groep gegooid. Nou, kom eens, hier zit de intelligente afdeling. Hier. Zijn ook allemaal, bijna allemaal mannen. Eén vrouw, kan er nou maar uit. Toen durf ik het niet kraken. Dat zijn de hersens hier. Of de vloer. Nee, niet. Weet weten jullie het ook wel? Of, nou, niet meer. Moet je nou een zenuwachtig, Maria? Nee. Het is alleen een beetje in stukjes, hè? De puzzel valt nog niet. Dan moet ik in de stokorde van maken, of? Vijf hele kaarten uithalen. Speelkaarten. Oh, dat is zo gebeurd, dat zie ik al. Ik zie hier een creatieve Crea Bea kleuren. Ja, erg hè? Ja, eigenlijk is kleuren ontspannen, maar dat is vandaag niet het geval. Nee, nou, maar het ziet er wel. Er zaten er zes en er lag er één. Ja. En die ligt, die telt niet mee. Ja, ik denk het wel. Maar, hè? Nee, want je zit niet. Nee, dat klopt. Maar hij zat er toch in de bus. Nou, was hij zat. Ja. Kijk eens, de laatste loodjes. Kijk. 1916. Ja, maar die van 1916 die hebben al in bed geleed. Die was vermoeid. Ja. Thomas, zijn we net laat. En wij dachten zeker, ze mag opleven langer. Maar die thee, ja, dat was ook nog een heel... Ja, daar zijn we net mee bezig. Hier staat antwoorden. Ja? Klaar, dan moeten we altijd maar proef je dat? Of ruiken? Maar hoe gaat dat? Ruiken. Ja? Ik heb er één open gemaakt, maar dat mocht niet. Dus die heb ik gauw weer dicht gedaan. En we hadden zelf ook thee, dus dan vergelijken, hè? Oh, ruikt hij zo, ruikt hij zo. Wat zeg je? Lukt het een beetje? Ja, nou, het lukt wel, maar we doen ons best, hè? Ja.
Maar het zit weer keurig in elkaar, moet ik zeggen. Verrassend. De moord is bijna opgelost. Ja, we hebben de code van de kluis gekregen. Ik denk dat wij, maar het ergste is bijna weer iemand vermoord. Ik denk dat wij binnen zeer korte tijd helemaal uit zijn. Ja, dat ben ik toch. De glunderende gluurder. Ja, dat ben ik, ja. Dat is met een compagnon. Dat is dan de... Ja, de eind van de vaste trommel. Het schrikkelspook. Oh, god, even. Ja, wij komen de laatste vragen filmen. Ja, ik denk hier is er. Hallo, hallo. Ja, we zijn hier zo druk bezig dat we er niet op gaan. Die staan alleen in het boek, hè, de moeilijke vragen. Ja, daarom. God, als er toch geen internet was, hè? Waar dan? Ben je of welke categorie ben je bezig? We zijn nu bezig met de cars. Oh, de jeugd van tegenwoordig. Juist. Siebe helpt ons. Ken je alles, Siebe? Ja, die weet precies wie is. Welke is cars, Siebe? Die, hè? En Frans, is het te overzien? Oh, te overzien wel, maar... ze moeten die vragen niet zo moeilijk maken, hè? Dat is ook nog. Ja, dat zou een idee zijn. Ja. Vragen niet zo moeilijk maken. Okay. Wij hebben daar allemaal in het dorp zitten. Onderzoeken een moord. Plaatsdelict, is dat hier ergens? Oh, ik ben getuige. Oh ja, ik heb alleen niks gezien. En je hebt niks gezien. Ik had wel iets gehoord. Weet ik eens? Toon R. de Vries. Meneer de Kok, CK, sorry. Ja, die. Weet ik eens? Ik mag niks zeggen. Hoezo? Je kent ons wel helpen, toch? Wat ligt er like? Heb ik niet erg. Een verdachte. Met het moordwapen wat wij gevonden hebben. Af voor de vingerafdrukken voor het onderzoek. En nou zit er ook een deuk in die pan. Dus wij denken toch dat u een van de verdachten bent. Omdat ik doe uitdeukers ontspuiten. Ja, onder andere.